Hij had een prachtige krullende voorzet. Ja. Nou, die krullen zijn nu weg. Ja. Maar die voorzet is er hopelijk nog wel. Ja, de krullen zijn minder. Ja, die zijn helemaal weg. Links en rechts, hè? Ja, uiteraard. Welkom bij een nieuwe aflevering van Voetbaltijd vanuit Van der Valk, Enschede. Met vandaag Jan van Staal, onze vaste analyticus. Ja. Goedemiddag. En onze gast Boudewijn Paalplas. Boudewijn, goedemiddag. Hoi. Hoe is het? Prima. Ja? Ja. Je had even tijd? Ik heb tijd, ja. Tegenwoordig wat meer tijd dan in het verleden. Maar goed, op zich gaat prima. Oké. Okay. En wat doe je nu overdag? Dat wil zeggen, hoe vul je de dag een beetje in? Dat is een beetje het nieuws doornemen. Bij trainingen kijken van bepaalde clubs. Okay. Ja, ik kom de dagen wel door, laat ik zeggen. Ik ben veel aan het hardlopen. Dus ben wedstrijden aan het kijken. Ja. Dus betaald voetbal of amateur? Ja, zeker betaald voetbal. Ja. Okay. Ja. Nou, leuk man. Ja. Leuk dat je bent. Ja, maar ik heb ook natuurlijk altijd een druk leven gehad. Ja. En dan is het even omschakelen. Ja. Maar aan de andere kant, voetbal, daar blijf je bij me op de hoogte. Dat moet ook zo blijven. Dat is bij ons precies hetzelfde. Ja. En dat geldt voor Boudewijn dan. Dat is een paar maanden bij huis al gauw vervelend. Dat wil zeggen vervelend, maar dat je denkt van... Leuk is anders. Tuurlijk wil je wat gaan doen en zo. En ik ben aan het rondkijken. Er spelen wel wat dingen. En het is gewoon afwachten hoe zich dat gaat ontwikkelen. Ja. Maar zoals ik al zei, altijd druk geweest en nou is het even wat minder. Ja, goed. Nou, eigenlijk was ik persoonlijk wel verbaasd. Ik ben dan natuurlijk ook wel kind aan huis bij Twente, zoals je weet. Maar dat ze jou niet hebben gehouden om techniektrainer te worden van de jeugd bijvoorbeeld. Daar ligt, vind ik, jouw kracht. Jij zou heel veel kunnen betekenen voor vanaf onder 16, 17, 19, om daar die elftallen apart te trainen. Heb je daar over gesproken of... Ging dat niet zo aan het eind? Nee, zover is het niet eens gekomen. Kijk, mijn contract liep af bij Twente en dat werd niet verlengd. En dat is hartstikke jammer, want Twente blijven is toch je club. En hoe lang heb je gezeten? Ik had graag wat voor de club betekenen. Ik heb ook aangegeven, weet je wel, je wilde helpen aan de opbouw van de club. En dat nou niet zo is. Ja, goed, dat is voetbal ook en dat is jammer. Maar goed, het leven gaat door en ik zie wel wat er op mijn pad komt. Dus, Jan, hoe kijk je daar tegenaan, wat Boudewijn zegt? Van, nee, terecht. Kijk, hij is begonnen natuurlijk als specialist, hè, met name techniektraining. Nou, daar is hij uitermate geschikt voor. Ja. En ik vind altijd dat het bij de jeugd, met name daar begint het. Ik heb vorig jaar Go Ahead gedaan. Ja, er zit gewoon heel veel winst te halen als je technisch onderlegd bent. En dat is gewoon ook een vak. Ja. En zo'n spitsentrainer, keeperstrainer, hoort dit er ook allemaal bij. Dus ik hoop dat hij ook weer snel iets kan vinden waar hij zijn ei kwijt kan. En waar de jongens, met name de spelers, zijn voordeel mee gaan doen. Maar goed dat Twente zijn club is, dat is ook vrij logisch gezien zijn achtergrond en hoe lang hij is geweest. Daarom had ik dus verwacht dat er wel iets zou komen voor Bo, dat ze zeiden van nou, dat kun je gaan doen bij de club of dat, wat hij zelf ook zegt. Desnoods scouting, buitenspelers bijvoorbeeld, wat hij zelf, hij had een prachtige krullende voorzet. Ja. Nou, die krullen zijn nu weg, maar die voorzet is er hopelijk nog wel. Ja, de krullen zijn minder. Ja, die zijn helemaal Links en rechts, hè? Uiteraard. Maar dat had het gekund. Ja, tuurlijk. Prima. Tuurlijk. Maar nu kijken we naar de nieuwe uitdagingen. En dat is ook weer mooi, hè? Want soms door deze ellende misschien wel, komt er ook weer wat moois. Ja, goed, dat zeg je ook wel. Misschien is dit alleen maar goed voor jezelf. Ja. En binnenkort komt er weer wat anders. Ja, waarvan je denkt van achteraf is het gewoon goed geweest. Ja, absoluut. Ja. Nieuwe uitdaging. Tuurlijk. En hou je het voetbal bij? Eredivisie of Jupiler? Of ga je wel eens live ergens kijken nog? Dat je zegt, die club wil ik even bij. Ja, nee, tuurlijk. Of vrienden werken. Je probeert zoveel mogelijk bij te houden. En alles vanaf... Eerste divisie tot met Champions League. Ik ben veel aan het kijken op tv, maar ook veel onderweg naar wedstrijden toe. En kom je toch weer mensen tegen en je spreekt weer wat mensen. En het is gewoon leuk om in het stadion te zijn. Ja. Ja. Wat ook te binnen schiet, hè? Met name zit ik ook eens aan te denken dat amateurclubs hem ook zouden kunnen benaderen om clinics te geven. Hè? Ja, om trainers te helpen, om weer een andere kijk erop. Hij heeft op een hoog niveau gespeeld en getraind. Het zou ook mooi zijn dat die clubs in onze regio hem ook eens bellen. Ja, van, joh, zou je niet eens voor het kader zeker ook wat kunnen betekenen? Dus ik denk dat er ook een markt is, met name voor die toptalenten die je in je club hebt zitten. Ja, die zijn bij elke club toch? Ja, natuurlijk. Daarom zeg ik. Ik hoor nu dat een jongen van Maat, van Excelsior 31, die gaat bijvoorbeeld op stage weer bij Twente. Dus dat is een jongen die vroeger is weggestuurd in de jeugd. Die mag nu weer terugkomen op stage, die is nu 18. Dus het kan zomaar zijn bijvoorbeeld dat zo'n jongen tussendoor trainingen had gehad van Bouw. En je had gezegd,
Die wordt beter met voorzetten. Ja. Of die wordt in passing beter. Dan had hij die stap die wel makkelijk weet wat hij dan nog koopt. Ja, dat kan. Maar ik denk dat met name het gaat om de kwaliteit van de trainers ook. En hij weet wat er gevraagd wordt op een hoog niveau. Nou, die jongens zullen daar een voordeel mee kunnen doen. Ja. Dus je bent gek als je die kennis gewoon laat lopen. Nee, dus bij deze, alle mensen die geïnteresseerd zijn, bellen maar. Nee, maar is gewoon een eerlijke zaak. Ja. Als onze cameraman straks even het nummer in beeld zet, dan dat komt zetten we er gewoon bij. Was wel een drukke week. Nou. Waar was je, Jan? Ik was bij FC Twente. Die hebben het. Ja, ik moet die andere ploeg ook volgen. Maar afgelopen weekend was Twente gewoon de beste ploeg. Niet qua resultaat alleen, maar leuk voetbal. Ja. Dus ik heb wel genoten voor die radio samen met Tijmen. Ja. Dus dat was hartstikke mooi. Maar de rest van de Overijsselse ploegen was dit weekend bagger. Ik heb Twente gezien en ik heb Heracles gezien. Ja. En ik moet eerlijk zeggen... 1-11. Ja. 1-0 ja. En de rest was... Wat was dat slecht dit weekend, zeg. Ja. Maar ja, als die beter is, dan houd het op. Ik ben alleen blij dat het alweer richting weekend gaat, hè. Ja. Want dan krijgen we eventjes de kraker op vrijdag, Den Bosch Twente. Ja. Dat vind ik al de nummer 3. Tegen de nummer 4. En dat wordt eventjes... volg je dat, de Jupiler Vrijdags? Kijk je dan live? Ja, natuurlijk. Nee, tuurlijk. Je volgt Twente wel. En hoe heet het? Ik ben nog niet in het stadion geweest bij thuiswedstrijden of wat dan ook. Maar natuurlijk volg je het. En wat je al zei... een mooie wedstrijd, Den Bosch tegen Twente. Wat vind je van de selectie van Twente als je kijkt naar achterin, middenveld, voorin? Wat afgehoord. Kunnen ze kampioen worden in Jupiler? Gaat jij dat in? Ik zie het wel positief in. Ik bedoel, waar je nou staat, met de selectie die relatief laat bij elkaar is, jongens die nog terugkomen. Ja, dat vooral, sta je er gewoon hartstikke goed voor. Ja. Ik denk ook pas dat je een echt oordeel kunt geven na de winterstop. Dan zijn de talenten die zijn geacclimatiseerd. De jongens, de wat oudere spelers, waar toch vaak een krasje op zit, die zijn conditioneel weer helemaal op niveau. Ja. Ik zie het wel met vertrouwen. En Smit erbij, dat is goed, hè? Smit. Goeie speler. Absoluut. Ja. En Aitor kan het verschil maken voorin. Ja, ik denk dat het wel belangrijk is. Ja. Ja. Toch een jongen waar veel dreiging vanuit gaat. En die toch rendement heeft met zijn vrije trappen. En weet je, Jan, wat ik vind, is die Dingers doet het goed. Die laatste 2-3 wedstrijden, de keeper, Drommel. Ja. Die uittrappen en alles, dat gaat goed, hè? Sneller. Hele snelle spelervatting. Maar ook op maat, alles naar voren goed. Nee, maar goed, hij straalt de rust uit. Ja. Maar afgelopen week had ik natuurlijk Peet Bijen. Ja. Want centrale verdediger scoort, hij wordt wat volwassener. Man van Jan had ik hem ook bij de Oosttribune. Maar dat was gewoon degelijk. En als je die as dan al aardig hebt staan, dan schiet het al aardig op. Hè? Mm-hmm. En in deze afdeling kan iedereen van iedereen winnen. Maar voor Twente geldt... Telstar, hoor. Ja, kijk nou eens de kop lopen. Maar kijk maar eens even Twente nu Den Bosch en dan krijgen ze de kraker. Oh. Dus er zijn twee topwedstrijden om naar uit te kijken. Ook als speler, als supporter. Geweldig. Ja, dat is toch leuk. Ja, hartstikke leuk, man. Daar doe je het voor, hè? Ja, natuurlijk. Dus ik kijk wel uit naar die wedstrijden. Ja. Maar je moet het ook wel een beetje perspectief blijven zien. Hè? Van, het is toch een klafdelingje lager. En als je nou heel eerlijk bent, wie steekt er nou met kop en schouders boven? Nee, niet één. Er is niet één die zegt NEC van... NEC niet, Sparta niet. Niks. Allemaal niet. Klopt. Dus het wordt heel spannend dit jaar. Wel mooi om naar te kijken. En Almelo, daar was je? Almelo, ja, natuurlijk. Almelo, NAC weer. Dat was weer een avondje NAC. Maar goed, de eerste helft was het helemaal niks. Nee. En de tweede helft hebben ze het omgekeerd. En toen werd het 1-1. En dan kunnen ze ook doordrukken. Moeten ze doordrukken. Ja. Alleen ja, dan staan ze te verdedigen. En dan had je een puntje mee moeten pakken. Hè, en hoe verdedigen? Man. Dat zal die buis zag er niet echt goed uit, hè? Nee, joh. Oh. Maar die week ervoor bij Zwolle had hij het ook al, weet je nog, met Ace Boué. Ja. Van Duinen, die bal die trok hij terug, was Breukers te laat. Schiet Van Duinen in. Zijn dure punten. Ja, dure punten. Twee weken achter elkaar. Maar Heracles heeft natuurlijk fantastisch gedaan. En ook naar die wedstrijd, want ik zit daar zondag. Heracles Feyenoord. Hmm. Ja. En? Ja, nou, op dat kunstgras. En Feyenoord is toch altijd wat extra. Dus wel altijd wel leuke wedstrijd. Hoe is met de verlichting in Almelo? Volgens mij staat hij aan. Oké. Okay. Die hebben ze gisteren aangezet. Is 4:15. Ja, maar die blijven aan, hè, de hele week. Dat lassen ze niet af. Nee, dat gaat goed, joh. Maar we hebben drukke week, hè? Ja, man. Oh, vanavond, hè? Ja. Wembley. Kijk je? Nou, ja, tuurlijk. Ja. Ja, nee, een mooie pot, hè? Ja. Oh, ploeg van jou. Oude ploeg, maar jammer dat het veld slecht is op Wembley, wat ik had begrepen. Ja. Vorige week al die wedstrijd met City tegen, of Spurs tegen City, dat het slecht was. Vanavond weer, dat is toch jammer. Maar jullie kijken toch, jammer dat het zo is. Ja. Maar goed, wordt natuurlijk een geweldige wedstrijd. Maar denk je wat PSV gaat doen, een beetje terugtrekken? Een beetje proberen, of? Ja. Denk het wel. Is moeilijk, het is natuurlijk moeilijk. Ik denk dat Spurs is gewoon favoriet in die wedstrijd. Ja. En,
Ja. Hopen dat PSV voor een stuntje kan zorgen. Maar goed, het zal wel heel moeilijk worden. Ja, ik denk het ook. En jij, Jan? Ja, het zijn ook gewoon lastige wedstrijden tegen topploegen in Engeland. Ja. En ook nog een keer uit PSV ook niet echt in hele goede doen. Hè? Nee, want als pakken je wel alle week, punten. Ze pakken de punten wel, maar het zijn maar helemaal net. Ja, net. Je hoorde dat Spurs nog wat probleemgevallen heeft. Dus maar, dan nog, hè? Maar ja, hopen dat je voor een verrassing kan zorgen. Ja, nee, het zou geweldig zijn voor Nederland. Ja, super. Tuurlijk. Super. En dan hebben we dat Benfica Ajax. Ja, daar kijk jij naar uit, hè? Ja. Normaal moet jij er naartoe. Ja, uitnodiging. Ja, maar zover ben ik nog niet. Mijn Portugees is niet zo goed, Jan. Nee. Je kent daar geen mensen, want. Jammer, ja, dat zou het via Ajax moeten, maar ja. Ja. Maar en dan in dat ding natuurlijk, door die luchten. Oh, het zweet loopt me van me. Nou. Nee, mooi televisie, man. Ja, televisie kan ook, joh. Mooie weken, joh. Wat denk je, Ajax? Nou, je hebt altijd het gevoel dat Ajax altijd wel kan spelen tegen dat soort ploegen. Ja. En dat gevoel, hun systeem en de lef hebben ze altijd. Maar Benfica uit, we hebben er zelf ook... wacht even, bij de stadion. Oh ja, tuurlijk. Jij bent er geweest toen ook. Ja, jij ook. We moesten analyse maken. Wat zit er? Hoeveel toeschouwers? Ik weet 70? Niet. Ja, 65, zoiets. Ja, groot. En een geweldig stadion. Een stadion de Lucia. Ja. Nee, dat is natuurlijk... Ook een mooie club. En ik denk... Ja, als Ajax naartoe gaat, natuurlijk zou het mooi zijn als je de wint. Maar ik denk dat je de vooral niet moet verliezen. Ja. Als je een gelijk spelletje, dan... blijf je in de race. Dan blijf je en ga je overwinteren, 100%. Ja. Maar als je terugkijkt, Bo, op jouw carrière als trainer en daarna, zeg maar... Hè, dan heb je eigenlijk ook wel een prachtige tijd gehad bij Twente. Ja, je hebt de mooiste... Ik heb altijd meegemaakt. Voordat het weer terugkomt, dan zijn wij waarschijnlijk... Ja. Hè? Nou, ik werd onder Fred werd ik techniek trainer van eerste, tweede en de academie. En na die tijd onder Perdom ben ik assistent geworden. Dus ja. Eigenlijk alles meegemaakt. Ja, en de mooiste periode. Absoluut, man. Ja. Dat kan. Geweldige spelers als je dan terugdenkt wie je toen allemaal hebt meegemaakt. Waar je mee hebt getraind. En dat is mooi om te zien hoe die jongens nou ook zich verder ontwikkelen. En natuurlijk, dat blijf je altijd volgen. Die... Maar Fred heeft jouw nummer nog, dus wie weet. Ja. Hè? Ze hebben toch nog wel weer techniek trainer nodig natuurlijk. Hè? Ja, maar die hebben iedereen nodig. Hè? Ja, je bent nooit uitgeleerd. Nee, hè? Nee, het is wel zo, je kijkt er nu naar om. Hè? Dat doet Boudewijn ook. Kijk, je hebt natuurlijk al die grote wedstrijden, maar de grote spelers. Ik zag trouwens nog even een filmpje van Kennedy. Waar ik een showgroep afscheid nemen bij Hammarby. Oh, ja, en dan krijg je zo'n berichtje terug. En dat vind ik dan wel leuk als je dan ziet hoe die vent. Geweldig. Nee, maar de speler, maar als mens ook. Ja. Gewoon de warmte en het plezier wat hij uitstraalde. Ik heb hem net niet meegemaakt. Volgens nee, maar ik had hem natuurlijk nog een keer... Een buitenspeler. Geweldig. Ja, ik ken hem 6 jaar naar Ajax gegaan. Ja, natuurlijk. Ja, nee. Ja. Maar in stijl afscheid genomen, hè? En als je dan die sfeerbeelden ziet bij Hammarby, dan denk je van ja... Maar dat zie je met al die spelers, als je al die posters naast elkaar zet. Je kijkt dan naar wat er nu loopt en wat er liep. Dan moet je er niet te lang bij stilstaan. We hopen op nieuwe dingen. Ja absoluut. Ja. Nou ja, dit was het voor vandaag. Was het alweer? Ja, we moeten weer afsluiten, Jan. We hebben nog meer te doen natuurlijk. Hè? Ja, uiteraard. Hè? Uiteraard. Dus Bo, bedankt voor je aanwezigheid. Ja, graag gedaan. Ja, ik hoop dat je nog een keer weer langs wil komen. Zou leuk zeker, zijn. Zeker. Hartstikke leuk zijn. En hopelijk... Als je een nieuwe club hebt ook, hè? Ja, wat ik net zeggen. Dat bedoel ik. Ja, dat zou ook nog kunnen. Maar in ieder geval, als hij wat heeft, dan komt hij langs. Ja. Jan, bedankt. Graag gedaan, René. En tot de volgende keer.